Onze eerste gast aan de lijn. En dat is mevrouw Diana Pocky, die onlangs is toegetreden tot de Nationale Partij Suriname, de NPS. Hallo. Mevrouw Pocky, goedemiddag, goedenavond. Hoe is het met u? Ja, goedemiddag, meneer Wesley. Goedemiddag, luisteraars. Met mij gaat het prima. Ja, welkom bij het programma Wel Geïnformeerd. Yes, dankjewel. En Owen, ik heb ook mijn collega Owen Venlo. Dag mevrouw Pocky. Dag meneer Venlo, hoe is het met u? Mister Bayami, het gaat zo gangetje. Oké. Ai, mister is binnen, we zijn een boom, we zijn gezond. Dus hoe ik ga de tangie van pistoor, dat is. Prijs de heren, prijs de heren, zo is het. Yes. U bent onlangs toegetreden en dat was ook op de 77ste verjaardag van de NPS, de Nationale Partij Suriname. U heeft een heel sterk optreden gepresenteerd, een hele sterke performance. En ik heb van verschillende mensen, kreeg ik de reactie van, we hebben het gevoel dat de NPS weer begint te leven. Ja, no? Ja. Ik heb begrepen dat er ook uit het binnenland... Dat is een goed gevoel. Dat is een goed gevoel voor Suriname, hè? Absoluut, want absoluut. In, de wapenfeiten liggen daar. Wat de NPS in 77 jaar heeft betekend voor ons geliefd land Suriname. Het is weliswaar zo, libis mafati. We hebben de eens naar afgevoerde beleid toen, we hebben de eens naar Alassani. Maar in dat ding dat hij aan bijdrage staat in de muslimen, op het moment dat hij naar ontwikkeling voor Suriname spreekboek delen. Ja, ja, want ik was ook onder de indruk van het feit dat er 23 bussen volgeladen waren vanuit het binnenland die naar richting Grundjari gingen. Voor de alle duidelijkheid, zeg maar vanuit Brokopondo, 12 of 13 bussen. En binnen Paramaribo, waar we toch wel een beetje hebben gesproken met de mensen over onze overstap naar de NPS. En de mensen met wie we hebben gesproken en die de eens naar haar besluit. Dus dan binnen, zeg maar... Para, Wanica, Paramaribo, hadden we een vele stuk van ongeveer 13 bussen ook. Maar totaal waren er 23 bussen. En de rest waren er mensen binnen Paramaribo van dichtbij die gewoon met de lijnbus richting Grundjari zijn gegaan. Dus vanuit Brokopondo concreet 12 tot 13 bussen, als ik het goed heb. Ja, we hebben niet eens overal gemobiliseerd, hè? Ja, dat heb ik begrepen. Ik heb meer gesproken met de trekkers, de actieve trekkers van mij de afgelopen 10, 15 jaren. Dus die mensen waren aanwezig, ja. Ik denk Anders Grundjari. Dat was een Grundjari vergadering. Wat zegt u? Anders Grundjari op 10 toen ze voor een totale mobilisatie. Want in Brokopondo heb ik maar met 5 dorpen. Heb ik in de Brokopondo telt 33, 32 dorpen. Die Tarnanga, Migona, Fifi, Sixi dorpen noemen. Ja. Dus we hebben niet echt, het was niet een krachtmeeting. Het was een feestvergadering. Hebben we dan gebruik gemaakt van de gelegenheid om onze intrede te doen. Ja. Owen, heb jij een vraag voor mevrouw Diana Pocky? Ik ben erg blij als sympathisant van de NPS, jarenlang. Ja. Dat ze dus zich aangesloten heeft bij de NPS. Alleen, ik heb grote zorgen over de koers die Suriname vaart. En welke koers is dat? Nou, dat betekent... concreet? Ik heb dus net als in Nederland meneer Rutte, die problemen niet oplost, maar opstapelt, zie ik in Suriname hetzelfde. De grondenrechten problematiek. Een van de problemen die Suriname niet oplost, en ik heb de president, een paar keer hebben we app-contact gezegd, jij bent tijdbommen aan het maken in Suriname. Ja. De hele conversiewet ook zoiets. Je gaat oneerlijk delen van gronden. Ga je nog oneerlijker maken. Door grondhuur, erfpacht.
naar eigendom te brengen. Ja. Dus kortom, ik maak me zorgen over Suriname lost problemen niet op, maar stapelt ze op. Hoe kijkt mevrouw Pocky daar tegenaan? Ik vind dat we als beleidmakers, als politieke organisaties, als regering van Suriname, huidige regering en de gewezen regeringen die we hebben gehad, stellen we niet de juiste prioriteiten. Ja. Meneer Owen, ik wil u terugvoeren naar de jaarrede van de president. Ik heb aandachtig geluisterd naar de president van Republiek Suriname. Ja. En ik denk het was een optreden van zeker een uur nog. Mm-hmm. Ik weet niet zeker, maar een heel lang betoog. Ja. Als ik mij vraag, hoeft het niet, want wat is de bedoeling van de jaarrede? Je komt de bevolking heel makkelijk uitgelegd. Je komt de bevolking vertellen wat je van plan bent te doen in dit dienstjaar, zeg maar, dienstjaar 20. Het nieuw dienstjaar, zeg maar. En als je dat komt vertellen, moet je niet ingewikkeld doen en je moet de juiste prioriteiten stellen. Maar als we luisteren naar de jaarreden, de verschillende jaarreden welke we gehad hebben, dan vind ik dat men meer vertelt dan men in staat is te doen. Ja. En een simpel voorbeeld is, als je zoveel vertelt, wat niet gelukt is in 3 jaren, kan het wel dit jaar lukken? En als u als antwoord geeft ja, dan kan het lukken omdat het een verkiezingsjaar of het is bijna propagandajaar, het is, we hebben nog zeg maar een jaar te gaan. Ja. Ja, voor de verkiezing. Dus als je me vraagt van, heb je geloof in de reden van de president van de regering? Dan zeg ik nee, ik heb geen geloof. Maar als het mocht lukken, dan een opzet. Dat de regering Fusrana dan naar expressie, want dan is de afverkiezing in nader. De Alassane en Luk, daar komen ze met showprojecten. Dan heb ik het niet alleen over de huidige regering, maar dat is gebruikt binnen ons politiek veld. Of ja, de afgelopen jaren hebben we het meegemaakt. Vanaf 2010 ben ik actief. Dus dan mondvol, maar concrete zaken zijn niet genoemd. Als we weten dat, zeg maar, het grondrechtenvraagstuk. Ja. En je moet het niet zien als een vraagstuk, maar die rechten, hoe lang gaat het nog duren? En als je zegt van je wil het verschil uitmaken, dan had je het in je eerste jaar misschien, eerste jaar zou het niet lukken, maar tweede jaar. Dan moet je wat hier zo ligt in de tunnel. Maar ik denk niet dat de politiek willing is om dat vraagstuk of om dat probleem op te lossen. En om maar een simpel voorbeeld te geven. Afgelopen ik word de laatste jaren in de politiek. Ja. Daarom heb ik gezegd van, sma het van ja. Hadden ze mevrouw Pocky niet weggehaald, dan aan de botakso. Wel, ik weet niet wat zou gebeuren, maar ik zou moeten bedanken. Want de staat heb ze no in de politiek. Ik zou deze niet op mijn geweten kunnen dragen. Dus daarom niet dat hij van wat ook drie jaar wat bon. Want kan je dit naar een passie van die moest wakken voor mega verschil uit. Want een piste voor NPS, dan is dat wel dat hij tiri met tiri naar een stekje. Het was aan boksa, de bekotak naar een volk voor boeskondere. En vandaag de dag, de boeskondere die gaat scoren, dus in het ook is maar 69 moro. Kan je atel dat hij, dus maar de kennis naar een allerie van Assambe Muswaka of a richting a politieke, a ontwikkelingsrichting voor binnenland en op dit papier, maar vandaag de dag hebben we het wel op papier. We hebben onze ontwikkelingsvisie. Hoe staat a richting van Oan, onze gebied en met name het binnenland, Juna binnenland, naar Dapeyetang, die hebben ontwikkelingsvisie en samen dan een traditioneel gezag. Da abe mus gomoro bung manu asane go grofu. Preste ube gwen tante ibe libi, de bigis mafi ibe prani ube libi. Ala de presta de gif uit, sonro wat chin let steki.
Ja. Je begrijpt. Ja. Dan die tak van Asan Adego Abra a politiek en Desma is tak van en met takke instaan op tongen met alles, maar verstaan niet? Ja. Desma is tak van ja, a politiek 50 en zo niet tak no. De libisma die de na de greedy de abad drang en de met misbruik voor de politiek positie voor een machtige decis zeg maar een machtige decis voor een pisting. Ja, en mevrouw Pocky, Sammy Frele, Frele, ja. Is een volledige vertegenwoordiging kon. Ja. De macht die ook om morgen bij jullie macht die ze afloopt. Dat je vrede, no? Ja. Maar ik ga, kunt u wat verduidelijking geven? Zeiden, ja. Jufrede, want zeiden de laatste jaren. A discussie voor verander acties website akomoro hechten. Je hebt wat antwoord op die story, ja? Ja, omdat Brunswijk heeft het goed gezegd. Brunswijk bent aki. Als rechtstelsel, die zie je. Die de traditioneel partij bij Winnie. Die nog verandering. Feliciaan heeft 10 jaar geregeerd aan de verandering. Nu, ja, dat is zo. Nu als rechtstelsel. De nieuwe partij winnen, ineens ja. Assan moest veranderen. Maar aan wat politiek partij kon je een voorstel, toch? Of je hebt informatie dat wel? Ja. Dat de partij... Ja, nou maar gewoon nou een berekening, de Mick berekening. Is evenredige vertegenwoordiging bedikbaar 2020? Ja. Aha. Kan je zo uitrekenen, dan had NPS nou ik doe 8 of 9 zetels, VAP had ook veel meer. Kortom, dus, en tenslotte, een laatste ding, zorg van mij, ik geef het aan u mee. Ja. We hebben gehad boksie. We hebben gehad landbouw. We hebben gehad bosbouw. We hebben gehad goud. Bij geen van die opbrengsten is er eerlijk verdeeld in alle districten de opbrengsten. Ik zie niet hoe dat wel gaat gebeuren met evenredige vertegenwoordiging. Maar goed, dat is mijn zorg. Oké, we houden het in de gaten, maar ik zie het niet zo. Ja, ik zie het als een... als er beleid gemaakt wordt, moet het een nationaal beleid zijn. Precies. En het moet een... eerlijk delen. Het moet eerlijk zijn. Dus daarom heb ik ook in mijn betoog aangegeven 29 september dat de akkoe is prati, amus prati, eerlijk. Juist. En niet dat amus prati eerlijk, dat amus geluku, de district is zo verwaarloosd de afgelopen jaren, dan we tara ontwikkeling dat is zonder excuses. En nu, hoe hebben social media, dit maar is volg zijpsa, we zien nu, you are no econoom, je staat dat is oké, akondre money om meki. En tea money om meki, amus de duurzaam landelijk. En in ons gochip, daarom die we zijn na inleiding voor meneer professor Yabini, Alice in Sapsa, Ataki, in ons gochip binnenlandelijk wang, teruggedeelte voor Suranang. Binnenlandelijk Suranang, de meer in ons lukutaki, dat we moeten extra aandacht voor ontwikkelen, dat we, dat is maar de neste rome kapfoto. Ja, ik ben ook. Hoe af wat woning tekort gaat ook bij in Paramaribo om een probleem te. Decentralisatie, de belangrijke zaken om ons werken naar de apistoor, de apistoorontwikkeling. Mevrouw Pocky. En de zorgpunten van meneer Owen gaan we zeker meenemen. Mevrouw Pocky, heel even. In Abribi schrijven in een jaar reden van president. Ik denk dat de president orders mannen spot doet. Nou, aan het tak, Minokang, doe een uitspraak dat hij toch, wat respect ik die aan president voor een republiek, maar ten niet aardig de afgelopen jaren voor alle de president sapsa, dan de verhalen een mooi toen zien voor de truth, voor de werkelijkheid. En te hoeven de omestanden a sommen op, de omestanden taki, daarmee actief reizen tak. Sang nobel luk in 3 jaren, als het luk wel in een jaar DC, in een dienstjaar DC, dat nam even wat vraag, zou me stel me strepen. En te ulluku in een alle die lidi, zou het zo, dan misschien president dat
Er wordt geregeerd op basis van eenheid in leiderschap, eenheid in bestuur en eenheid in beleid. Dat de Oelukufa regeringstoppers knap kost de strepie, bekritiseert de strepie, adiskong, attack DC, attack A, attack regeringstopper kong, ako corrigeert dus om een jugu binnen, a wang, a coalitie sa de tak bravi, derde zetel, de rust bij ons de samenwerking, eenheid bij ons de binnen a gemeenschap, we missie de sandati in alle de Libi. Dus allemaal papieren taal. Dat is dat na mijn mening. Ten aarde de omstandigheden zonder concrete plannen, zonder prioriteiten voor dat van oké, hoe dat lange abra, grondrechten problematiek. Zo wat doen, dit is de tijdlijn. En na die story is aan minister voor RO of weet ik veel, GBB, alle de ministerie, dan moest de betrokken, dit is de opdracht van minister president Gides Madisi met de rokken naar die story. En per ingaande zo'n datum, nooit grond en die in Abuskondere Moro, nooit concessie geven dat niet president Taki. Alles wordt aangehouden, geen enkel verleng, dan is dat oké. Als dan dit is meer sweet op Chinzo, dan ook kapot breedie. Maar, mijn idee, dat na Tori, is dan moest ze eten, de oude, de show Tori zei ze, richting de komende verkiezing. Ja. Abo, mevrouw Pocky, dank u wel. We ronden nu af. We zijn heel blij dat we u geïnterviewd hebben. En binnenkort, we komen bakken naar u. Thank you. En we danken aan mijn contact. En wie is goed ervaren? Maar bij jou kan leveren, jouw bijdrage ligt er naar oma of er naar man. We kijken uit naar jullie bijdrage. Overal is er naar man, er naar smadé. Samen staan we sterk, maar we moesten geen nummer naar een moffel, maar het moest uit het hart komen. Dat dit niet was richting de diaspora. Dank u wel, dank u wel. Over diaspora-beleid praten volgende keer. Is goed. Dank u wel, mevrouw Pocky. Ook dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt en bijgepraat hebt over de jongste ontwikkelingen in Suriname. Bye, Owen. Ja, Owen. Ja. Dat was heel krachtig, hè? Ja, zeker. Ik ben blij met haar in de NPS, omdat ik heel lang in de NPS dit soort personen niet gehoord heb. Ja. Ze is rationeel, gewoon recht toe, recht aan. Ze zegt gewoon, je hebt de jaarrede. Ja. Je moet eigenlijk zeggen, vorig jaar heb ik dat beloofd en dit jaar... Dat klopt, dus je hebt geen terugblik, de evaluatie is 2022 afgerond. Hoe staat het ermee? Ja. Want je kan eigenlijk niet verder gaan als je het voorgaande niet hebt afgerond. Dat is behoorlijk bestuur. Je kan niet vergelijken vorig jaar, want je gaat er niet op in. Nee, maar ik denk, ja, in Suriname houdt men zich niet zo aan de regels. Ja, maar je bent de mensen aan het voor de gek aan het houden. En mensen als Pocky, die pikken dat niet. Nee, dat klopt. Owen, ik...